Goedemorgen allemaal, welkom bij deze gloednieuwe vlog. Het is vandaag donderdag 23 augustus 2018. Het is nu 11 uur 50, dus 10 voor 12. Roderick is mijn hondjes uit en ik ga me klaarmaken. Nou, ik ben bijna klaar. Nog even mijn haar een beetje fatsoeneren en dan eventjes dingen ondernemen, zoals weer een beetje boodschappen doen voor school. En we nemen jullie... We proberen jullie zoveel mogelijk mee te nemen waar het kan. Dus ik zeg alvast heel veel kijkplezier en tot straks. Ja, het was alweer 4:30. Ja. En zoals jullie weten is het maandag altijd weer post sorteren dag. Ja, mijn mannetje is dus nou bezig met sorteren. Ja. Kijk. Post. Hij heeft 4 kratten, maar ik ook. Maar dat maakt niet uit. Geeft niet. En ik ga zo meteen koken. Ja, bakken, koken. Ik vind het prima. Want hij moet zo meteen weer om 4:45 weg. Dus dan wat krappies aan. Maar gewoon lekker uit blik. Ja. Lekker uit blik. Is lekker. En met gewoon lekker kipsaté. Erg lekker. Ja, we hebben weer even boodschappen gedaan voor school. We hadden al eerder en bij de plaatselijke drogist het een en ander gevraagd, maar dat kon op dat moment niet geleverd worden. We hebben het nou weer gevraagd en nou kan het wel geleverd worden, maar nu gaan ze het bij iemand anders vragen. Dus waarschijnlijk maandag, einde van de middag of maandag, dat en dat we dinsdag pas weer mee kunnen nemen naar school. Want volgende week maandag begint school weer. Ja. Joepie, gezellig. Ik heb er zin in. En mijn mannetje ook, alleen hij is nu druk bezig, dus ik ga hem ook nou niet lastigvallen. Want hij moet vanavond, wat ik al zei, weer op de bus rijden, pakketjes bezorgen. Dus dan ga ik even lekker lastigvallen tijdens het rijden. Dat is leuk, zegt hij nog. Ja, dat is leuk, zegt hij. Dat is grappig dat hij dat leuk vindt. Ja, en dan even kijken hoe we in het weekend zitten. Want dan wil ik hem eigenlijk gaan interviewen over het traject buikbandcorrectie. Ja, en ik ben even op dit moment nog eventjes een koekpan aan het afwassen. Dat moet ook gebeuren. Kijk je uit, meid. Daar staat wel mijn vlogkamer op, hè? Dus dat weet. Zo. Dus even kijken, ik heb niks te smaken. Geeft niet. Hartstikke idee. Lekker ding voor mij. Ga je eens even hier weg, kom. Dankjewel. Hartstikke bedankt. Even kijken waar ik jou neer kan. Daar zou je mijn moeder hebben. Ja, dus dat ga ik eerst even opnemen. Dat is goed. Ja, en dan gaan we filmen. Dat is mooi. Ik hoop dat ik nog boter heb. Kijk. Zo. Even boter erin. Zo. Nog heb, zoals ik kijk naar mijn kas. Of ik nog heb. En dan zit het beneden. Heb geen zin. Nee. Nou, dan ga ik het gewoon zo doen, mensen. Ook leuk. Dan ga ik het zo doen. Zo. Ik weet niet of jullie het zo meteen kunnen zien. Maar ik heb dus een hele leuke, grappige, handige. Blik openen, blik opruimen, wat we dus niet nodig hebben, wat ik niet nodig heb, die hebben we wel zo meteen nodig, dat is ook wel weer fijn, zo, die heb ik niet meer nodig, dus oké. Ja, dan ga
op de telefoon. Jammer dan. Nu even niet. Zo. Zo. Kijk. Dat is handig. Mooi. Dan ga ik eventjes mijn blik openen pakken. Ik heb dus een hele speciale. Ideale. Ja, ik zet jullie even neer. Ik neem jullie even mee. Ook leuk. Ik zal eventjes uit het... Kijk. Dat is dus gewoon zo. Kijk, je kan hem gewoon loslaten. Ik had er al één, maar die was dus een beetje op. En dan draai hem eigenlijk terug. Ik heb dus eigenlijk gewoon een deksel ervan. Hé, en dat met deze. Dus je hebt helemaal geen scherpe randjes meer. Helemaal niets. Zo ideaal, jongens. Echt waar. Zo. Een vork. Zo. Zal ik even hier een water in doen. Van achter de camera is dat. Als jullie een beetje mijn keuken kennen, dan weten jullie waar ik nou sta. Gewoon even achter de camera. Zo. Met het water in gedaan. Die gaat ook even aan. Dus even kijken. Zo. Even de kruiden erbij in doen. Peper. Zo. Dan ga ik even paprika poeder er weer in doen. Oh, ik zou even weer wat meer meenemen. Zo, paprika poeder er even in doen. Zo. Zandbal hadden we ook nog. Heel klein beetje nog, maar oké, maar net. Ik heb beneden ook nog genoeg gordijn dan. Dan doe ik even water er ook even in. Een beetje. Zo, ga even. Hoog vuur. En dan pak ik een beetje ketchup. Nou, doe ik even een randje lager. Even allemaal een stukje naar achteren. Zodat ik er weer een beetje wat meer bij kan. Ik moet ook wel nog even kerrypoeder hebben. Ja. Kerrypoeder erbij.
Zo. Zo. Hier gaat ook bijna koken, dus dat is wel lekker. Ik vond dat hij bijna kookt. Dus even kijken, hè, want ik wil nog even een eitje pakken. Ja, hoe gaat dat doen? Die heeft een oplossing. Ja, en dan moet ik het wel gewoon een beetje met het ook dicht. Zo, peper is ook nu genoeg. Ja. Dan gaat het nou niet worden wat ik wil. Nee, dat gaat helemaal niet worden wat ik wil. Op dit moment maakt het niet uit. Zo. Ook goed, ook prima. Hier, ook goed. Zo. En ik kook dus nu eerst eigenlijk voor room. Dus dat komt ook wel weer goed, want hij houdt een beetje van pittig. Ja. Wat? Ja, dat heeft het. Zitten ze in principe nog met vet erin. Ik moet heel snel wezen, maar dat kan ik, dat scheelt. Zo.
Zo. Doe ik ook weer een beetje peper erop. Eens even kijken hoor. Niet even deze pakken. Nee, niet deze. Oh, ja. Ja. Zo, dan is het eten voor Roos al klaar. Eten voor Ro. Nou, dit ga ik dus ook vanavond later eten. En dat is heet, mensen. Zo. 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 Hartstikke mooi, zet ik jullie. Moet dat pootje wel even blijven staan. Zo. Zo. Zo.
die krijgt goed te eten van mij. Zo, en ik vind het prima. Ik ga dit bij Ro brengen, mensen. Zodat jullie zo meteen wel kunnen zien. Zo. Zo. Zo kan ik het tenminste zien. Dat is fijn. Ik heb hier al eten voor jou. En als je zegt van ja, maar jij dan, ik en ik eet straks. Want ik ga zo eerst. Kijk eens. Oké, het ziet er goed uit. Dank je. Ruikt helemaal lekker. Is toch goed? Ja, goedenavond allemaal. Ja, daar was ik weer. Ja. Bij deze sluit ik de vlog af. Roos al even naar huis, nu net. Ik ga zo lekker naar bed. Ja. Vonden jullie deze vlog nou leuk? Ik zou zeggen, doe vooral een duimpje omhoog. Abonneer even op ons kanaal. Laat een leuke reactie achter. En dan zien jullie mij ons morgen weer. Thanks for watching. Doei.